En minister Siegfried Burleson, Siegfried Burleson van Handel en Industrie heeft van 17 tot en met 22 juni in Nairobi, Kenia, de 14e conferentie van de UNCTAD bijgewoond. Zij heeft gedurende deze periode de World Leaders Summit bijgewoond en ook deelgenomen aan verschillende ministeriële roundtables, de High-Level Meeting van Wereldleiders, het World Investment Forum en aan de speciale sessies met internationale organisaties zoals de WTO, de ILO en de groep van 77 plus China. UNCTAD is een orgaan van de Verenigde Naties, gevestigd in Genève, Zwitserland en is verantwoordelijk voor duurzame economische ontwikkeling middels handel. UNCTAD telt 194 lidlanden. Deze organisatie heeft in 2015 een bedrag van 34,7 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar gesteld voor technische assistentie ter behoeve van haar leden. Het thema van de conferentie was From Decision to Action en had als doel om na te gaan in hoeverre de lidlanden vorderen met de implementatie van de 2003 agenda voor de 17 Sustainable Development Goals. De VN-landen zijn in 2015 overeengekomen dat de Millennium Development Goals zullen worden opgevolgd door de Sustainable Development Goals om te garanderen dat groei inderdaad duurzaam is. Hierbij zullen in de komende 15 jaren centraal staan het beëindigen, het beëindigen of tegengaan van armoede en honger, bescherming van het milieu. En het bevorderen van welgestelde, vreedzame, rechtvaardige economische groei in alle landen.